Dames en heren, hartelijk welkom bij de voetbalwedstrijd BUVOVV ACWWVO. Ja, en daar komen de spelers al het veld op. Doelverdediger, Wim van Durekom. Linksback, Anton Geerhuis. Rechtsback, Jan Pelleburg. Linkshalf, Eddy Roerhaar. Rechtshalf, Benny Appel. Linksbinnen, Fred Oeteroembar. Midvoor, Rudy Matenkerk. Rechtsbinnen, Dirk Groeneveld. Ja. Rechtsbuiten, Tom van Bruinekom. En linksbuiten, Piet Molhuis. Wij verwachten een mooie wedstrijd. En laten we er een sportieve voetbalpartij van maken. Ha, daar fluit de scheidsrechter al voor de aftrap. Een heel plezierige sportmiddag, mensen. Kom op, jongens. Schop die leren knikker naar voren. Kom op, Matenkerk, afspelen nu. Naar voren die leren knikker, spelen nou, kom op. Ja. Je laat je toch geen tegendoelpunt welgevallen? Wat zullen we nou krijgen? Ik betaal hier geen entreegeld om naar een meisjeskostschool te kijken. Wat zullen we nou krijgen? Jongeman, ik hou je in de gaten. Hup, hup, BUVOVV. Hup, hup. Schop tegen de bal. Wat doe je nou, Matenkerk? Wat heb je gegeten soms? Een bord bitterkoekjespudding? Stelletje puddingbroodjes. Wat krijgen jullie van je moeders te eten dat je hier zo slap staat te voetballen? Nog één keer zulke woorden en je gaat eruit. Begrijp je dat? Natuurlijk, agent. Ik zal proberen me te beheersen. Wil je gemeente? Dat spijt mij. BUVOVV, vooruit. Goed zo, hou de bal in het spel. Speel hem rond. Voor alles stelt nu balbezit. Kom op, jongens. Geef die bal nou eens met een schop naar voren. Het is je schoonmoeder, niet? Kom. Dit is de laatste waarschuwing die ik je geef. Is dat duidelijk? Ja, agent. Het zal niet weer gebeuren. Ik heb mij even laten gaan omdat de scheidsrechter naar mijn inzicht een onterechte beslissing heeft genomen. Dat is aan de scheidsrechter, dacht ik. Nou, vooruit. Ga maar weer genieten van een fijne pot voetbal. Dat is een hoekschop. Mooi, Matenkerk. Krullen met effect erin. Bovenin de kruising. Ja. Heel goed. Kijk uit voor die mascotte. Ja. Zeg, scheidsrechter. Wat is dit nu voor onterechte beslissing? Heb je soms poep in je ogen? Jij moet hoognodig eens naar de opticien. Ja, maar dit kan ik niet tolereren. Mee naar het bureau. Vooruit. Ja, maar... Jij gaat mee naar de commissaris. Vertel hem dat verhaal maar eens. Dames en heren, hier volgt een mededeling. Bij de uitgang van vak C is een fles melk omgevallen. Let u bij het verlaten van het stadion alstublieft op dat u niet in de melk trapt. Dank u. Je hebt geluk, mannetje, dat ik elders nodig ben. Anders had ik hier gerekend. Een fles melk, waar moet het dat toe met het voetbal?